Yo, kijk van IMT. Vandaag met een nieuwe aflevering van Fortnite. We gaan eens even kijken wat we vandaag gaan kunnen doen in Fortnite. Het is de eerste keer dat ik thuis in deze kant kom. Dus ik wil graag even testen en kijken wat er allemaal zit. Ik had als ik mijn mic-instellingen iets gewijzigd, waardoor ik nu iets harder klink. Want ik vond dat ik altijd wel iets te zacht klink. Dus het kan zijn dat mijn toetsenbord nu iets meer geluid maakt dan anders. Of gewoon een heel stuk harder klinkt. Dus don't blame me. Dit is allemaal een test. Dus even kijken wat jullie ervan vinden. Wat ik ervan vind. En we gaan het zien. Oké, we zijn er bijna. In ieder geval moeten zijn. Iemand had mij verteld, als ik hier val, in een lager gedeelte, dan komt de glider pas later. En dat is ook echt zo. Ik test het meteen even uit. Kartes. Dat is een challenge. Ik dacht, neem het eerste stukje mee. Ik zag hem heel toevallig staan. Dat was wat paas liggen. Daar ga ik zo meteen even naartoe. Even hier een gat maken. Ik denk dat ik deze ding tenminste hoorde liggen. Ik weet niet precies wat dit is. Nou, daar komen we straks wel een keer achter. Liever deze dan nog. Dan toch nog liever dit. Hierboven even snel kijken. Ik hoor hierboven nog een golden chest. Nou, extra ammo. Kan nooit geen kwaad. Volgens mij helemaal hierboven hoorde ik wat. Niet hier, maar hierboven. Ik weet nog niet zeker dat ik wat hoorde, maar ik kan ook zeggen dat ik compleet naast zat. Kijk, toch goed gehoord. Hey, Jack. Hoppa. Kom op, even een klein akje, jongens. Oké, dan gaan we nu de rest even looten hier. Gewoon een heel strak plan. Hier kan ik niet naar beneden donderen. Nee, dat gaan we in ieder geval niet proberen. Oké, een cirkel begint zich wel te vormen. Een klein beetje dat ik nog wat betere shit kan krijgen. Tactical shotgun. Iets liever dan die. Oké, okay, is er nog een auto staan. We zullen heel langzaam gaan lopen richting de andere plekken. Wat ligt hier nog? Een grappler. Ik laat toch liever even liggen. Een loot chest. Dat laat ik op mijn haar liggen. Hoe hier nog iets? Nee, hier hoor ik het niet. Ik hoor het hier ergens. Ik weet niet precies waar. Hier in ieder geval niet. Ik weet niet wat zeker is. Hier ook, misschien hierachter. Dat dat het misschien is. Dat er nog een verborgen ruimte is. Nou, nevermind. Ik moet ook langzaamaan gaan rennen. Anders gaat het ook niet goed. Een paar kaktussen tegenkomt, stroom ik ook nog onderweg. Dus dat is best wel een stukje lopen nog. Laat ik even tegen mee looten. Suppressed rifle. Nou, jij drinkt ook even zo op. Dat is altijd chill. Oké, running. Zie je een cactus? Meerdere cactussen. Die gaan er allemaal aan.
Die dingen die prikken zo hard. Kijk, dat ook damage tegenaan loopt. Nee. Oké. Okay. Ik ben dat dus ook weer. Dus achter heel veel kaktussen. Die gaan er allemaal aan. Ik haat kaktussen. In deze game. Waarom? Don't ask me. En waarom geven ze eigenlijk hout? Echt, geven ze ook geen hout. Ik eerst hier even een stukje gaan doen. Alleen maar voor die challenge. Ik krijg alles ervoor over. Hoppa. 8 van de 9 van de 30. Dat is 10. Ik heb het maximum aantal hout volgens mij. Maar 500. I don't care. Die cactus gaan gewoon eraan. Ik wil die challenge even snel halen. Maar ik zie ook dat ik zo meteen moet gaan rennen. Dat ik eerst maar even snel ga doen. Ik denk dat het een iets beter idee is. Maar ik zo meteen gewoon al dood. Dan kan ik hier alweer heen gaan springen. En dan ben ik binnen de cirkel. Maar voor de most part, safe. Alleen, waar zijn die enemies? Enemies, waar zijn jullie? Ik wil een bang bang kogel die de bakkers heen jagen. Het is hier wel gebouwd. Daarachter worden geschoten. Ook achter mij. Daar ook. Oh, ik heb wel iets geraakt, iets gekild. Oké, okay. In ieder geval ik heb één kill. Ik weet niet hoe, maar hoeveel meter was dat? I don't know. Oh, dat is mijn teammate. Ahahaha. Good joke. I will joke you, moeder. Ik snel binnen de cirkel gaan rennen. Acht wel van alles gebeuren. En ze komen me wel voor. Volgens mij ben ik ook team blauw. Vandaar ik nooit zo safe. Met één sniperkool ga ik maar weg. En nee, ik snipe ook met dit wapen. One down. Auw, dat was een hit. Dead. Hij moet niet zo gaan staan, maar I don't care. Voor deze game ook bijna nooit, dus iemand heeft een kanon. Die voelt me zo wat damage. Hop, die is ook zo dood. Op zich beter dan ik had verwacht al. Nee, dat doet in ieder geval niet veel. Waar zitten de enemies? Hallo? Ik zie er daar wel één.
Hier was een granaat echt super chill geweest. Waarom heb ik dus een. Dat is een keer trigger. Hoppa, humiliated. Wow! Ik red nog een shotgun. Maar ik heb wel een jug-jug. Even die kant op. Ongeacht wat de kijkers ervan vinden. Hé, hey, wel een challenge completed. Even een atje. Een kleintje mouwen. Eén glaasje. Meer ook niet. I promise. Wel 4 kills. Die vind ik echt super chill eigenlijk. Best wel snel bent. Alleen moet ik eens een weg die uit zien te vinden. Boom, 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 boom. Boom. We are gonna ride my board. Ride my board. Halfway there. Humiliated. Humiliated. Dat is een idioot die gewoon echt gewoon met zo'n hoverboard gewoon de hele map doorchased. Totaal niet hoe de game gespeeld moet worden. En echt gewoon denkt van I don't give a fuck about that. Hoppa. Daar was het dus echt. Kan je hier dus niet bouwen? Even healen. En u zult dus ook wel denken van wat de fuck is dat voor een rare speler? Even zien, dan wil ik die graag even hebben. Dan wil ik dit graag hebben. Even kijken, even aan het denken, wat is nou handig? Die storm serieus run. Hoeveel enemies zijn er nog? 11. Bonk. Bonk. Banana. Na 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 na. Banana na na na. Echt, dus die team is ook denken van what the fuck ben ik aan het doen? Thank you. Ik heb wel full health. Hey, heb je die dingen nitro? Nou, dat wist ik dan niet. Je bent ook dood. Jongens, ik heb fucking 10 kills. Wat de fuck is er gebeurd? Fucking base voor mij doen.
Dit is de meest lompse tactiek die ik ooit geprobeerd heb. In de hoop van, dit gaat toch nooit werken. Met dat idee. Het probleem is, ik move sneller dan de enemies eigenlijk denken dat ik kan bewegen. En dat is denk ik mijn tactiek. Wat ik best wel heel goed uit heb gepakt. 11 kills, what the fuck heb ik gedaan? Met die enemies. Hoppa, daar gaan we weer. Even nog een banaan rondlopen. Hoppa, humiliated. Daar zie ik mensen landen. Goh, fucking 12 kills, what the fuck. Wat heb ik gedaan met die enemies? Oh, natuurlijk niet gaan bouwen. Dit wapen moet ik hebben. Even kijken, misschien moet hier nog mensen gaan liggen. Of zijn. Ik hoor iemand achter me. Ja, dat is een teammate. Ik wil een higher ground op. We hebben gewonnen. Victory Royale. Kijk eens aan. Veel match stats. Level 7. Kijk. Dit game is first out of 38 spelers. Ik heb het meeste gedaan. Dus in ieder geval, laat even die like achter. Voor meer van dit soort gameplays. Wat ik gedaan heb, ik heb geen flauw idee. Ik deed maar iets eigenlijk. En het ging goed. Dus tot de volgende keer.